Lekker wandelen langs het strand. Anja, dochter Summer en hond Maya genieten. Onbezorgd. Nu wel, maar jarenlang werden ze mishandeld en bedreigd. Ook de hond. Nou, de situatie was voor ons dermate bedreigend dat het voor ons eigenlijk noodzaak was om te vluchten. Maar dat kon niet vanwege onze hond. Vooral voor mijn dochter was de hond heel erg belangrijk, maar ook voor mij. En ze hoorden gewoon bij het gezin, dus dan laat je niet zomaar iemand achter. Het weerhield Anja er zelfs heel lang van om te vluchten. Zo gaat het vaker. 55% van de mishandelde vrouwen die een huisdier heeft, zegt dat ook haar dier mishandeld werd. Nog eens 33% geeft aan dat de partner daarmee dreigde. Vrouwen stellen hun vlucht daarom extra lang uit, gemiddeld een jaar. Want in opvanghuizen voor moeder en kind zijn dieren bijna nooit toegestaan. Er zijn mensen die heel veel van huisdieren houden en er zijn mensen die niet van huisdieren houden. En op het moment dat je die twee groepen mixt, kan dat ook een bron van irritatie opbrengen. In het afgelopen proefjaar heeft Blijf van mijn Dier 33 huisdieren opgevangen. De dieren worden bij gastgezinnen ondergebracht. Dat gebeurt op anonieme locaties en er is geen fysiek contact mogelijk tussen eigenaresse en het dier. Wel wordt ze op de hoogte gesteld door middel van filmpjes of foto's van het welzijn van het dier. Ook Anja en Summer kregen foto's en filmpjes, zoals deze, van de gastopvang van Maya. Ik kreeg best veel foto's en filmpjes. Als ik bijvoorbeeld ziek was of ik was verdrietig en ik miste Maya, dan plakte ik de foto's op de muur en ging er soms tegen hem praten, zodat ik dacht dat Maya wel terug zou komen. Vandaag werden de resultaten van het eerste proefjaar gepresenteerd. Conclusie, doorgaan en zoeken naar geld om uit te breiden. Ja, wij zijn hun ook zo dankbaar. Met de hond gaat het goed, zoals je kunt zien. Bij ons gaat het hartstikke goed. Dus nou, wij kunnen niet blijer zijn. En dat geldt ongetwijfeld ook voor haar.